Welkom bij de Deventerstraatweg. We gaan vandaag kijken bij het appartementje wat zich achter deze deur gaat bevinden. De Deventerstraatweg die staat eigenlijk bekend om zijn centrale ligging. Het station is vrijwel hierachter te vinden, dus je bent binnen een aantal minuten loopafstand zelfs op het station. De binnenstad is ook lopen te bereiken of met de fiets. En tevens de gezellige Assendorpstraat is ook heel dichtbij. Hier heb je voldoende winkelmogelijkheden, supermarkten. Dus al met al eigenlijk een toplocatie. En zoals je het hoort komt de trein net voorbij. Dat is echt wel een teken dat je lekker dicht bij het station zit. Loop maar even mee, dan gaan we binnen kijken. Dit is de centrale ingang en deze deel je met een ander huisnummer. Zo. Hier zijn we aangekomen in de hal van het appartement. Er is hier eigenlijk genoeg plek om je kapsel kwijt te kunnen, je jassen op te hangen, je schoenen te bergen, tassen, noem maar op. Er is plek in deze hal daarvoor. En via deze hal bereiken we de woonkamer en echt het leefgedeelte. Wat je misschien meteen opvalt is dat het hele hoge plafonds heeft. Dus dat maakt het veel ruimtelijker aanvoelen meteen. En verder is het gewoon vrij in te delen zoals je het zelf zou willen. Zoals je ziet heeft de vorige huurder hier een bank neergezet. Staat er hier een eettafel en is er hier plek voor een tv-meubel. En als we even omdraaien met de cameraman, dan kunnen we de woonruimte nog even wat beter bekijken. Het voelt ruimtelijk aan, ook door het raam wat hier zit. En dat kijk je eigenlijk meer uit op de tuin. De tuin gaan we zo meteen even bekijken. Maar eerst gaan we even door naar de keuken. Aangekomen in de keuken zie je dat het gewoon een fijne ruimte is. Je hebt genoeg kastruimte erbij zitten. Een inbouwafzuigkap. Hier staat ook nog een kast. Hier zou je koelkast kwijt kunnen. En er is ook een aansluiting voor een wasmachine. De vorige huurder heeft ervoor gekozen om hier een gasstelletje neer te zetten. Dus je kunt het hier ook gewoon goed gebruiken om je maaltijden klaar te maken. En dan gaan we door naar de slaapkamer die zich hierachter bevindt. Deze is afsluitbaar met een schuifdeur en dat werkt ook weer ruimtebesparend. Er staat hier een twijfelaar in. Eventueel zou er ook nog een tweepersoonsbed in kunnen, mede door deze schuifdeur ook. En dan gaan we naar de badkamer. De badkamer is van alle gemakken voorzien. Het heeft een douche, toilet en een wastafel. En dan gaan we door naar de tuin. Deze tuin is helemaal voor jezelf en het hoort bij dit appartement. Het is wel zeker 18 vierkante meter, dus echt wel ruim om je eigen spulletjes in kwijt te kunnen. Je zou eventueel een tuinset in kwijt kunnen, een eettafel met wat stoeltjes erbij, om het echt gezellig hier te gaan maken. Er is ook een achterom aanwezig, dus je zou eventueel nog met je fiets bijvoorbeeld achterom kunnen om deze in de schuur die erbij hoort te kunnen stallen. Dus het biedt genoeg mogelijkheden. Mocht je nou na het zien van deze video geïnteresseerd zijn, dan mag je dat laten weten door te bellen naar 088 6299 038. Dankjewel.